aan met Lokeren. Het wordt 8-0. Jan Koller is genadeloos tegen zijn ex-ploeg. Radzinski, Koller. 4-0. Koller, Radzinski en Jan Koller. Dat is de goal. 6-0. Samen met de razendsnelle Thomas Radzinski vormde Koller bij Anderlecht een koningskoppel. Twee exponenten van een sterke ploeg die onder Emmean Teunis ook een uitzonderlijk parcours neerzetten in de Champions League. Jan Koller, 2,02 meter groot en 107 kilo droog aan de haak, was niet de meest fijn besnaarde voetballer, maar wel een beest in de box. Dino, zoals hij wel eens werd genoemd, heerste door zijn fysieke présence in de lucht. Mooi, 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 mooi. Jan Koller. Lijf aan lijf was hij niet te kloppen, maar hij had wel degelijk goede voeten. De bloknam hadden hem tot een trefzekere spits gemaakt. Borstcontrole en het schot. Oh, wat een goal, 3-0. 55 goals, niet slecht voor een reus op leme voeten. Daarna volgden 58 doelpunten voor Anderlecht. 2 bij zijn afscheid tegen Eendracht Aalst. Pabulski, Grigera, Koller! What a start for the Czech Republic! Grigera's probing cross right onto the head of Jan Koller. And one of the tallest players in European football does what he does best.